Een hele goede morgen allemaal en welkom weer bij de familie Snijders. Het is donderdagochtend. Jullie horen de vogels op de achtergrond. En misschien horen jullie ook de waaiers, want daar staat er een aan. En die staat weer aan, want het is nu alweer, ja, warm. Heel warm. Hier binnen is het 25 graden. Maar vandaag zal buiten weer 31 graden worden. Maar goed, gisteren ben ik benaderd of wij een interview willen afleggen over het vloggen, over het familievloggen. En als het goed is, komen ze volgende week woensdag. Ja, dan komt er iemand hier om het interview af te leggen. Ja, ik heb toegezegd, want ja, het leek me wel leuk. Het gaat echt puur om het vloggen. Ze had al een beetje ingezet van... Ja, wat ik kan verwachten is echt van wanneer zijn we begonnen, waarom, hoe, wie doet wat, hoeveel tijd zit erin, allemaal dat soort dingen. Dus ja, dat leek me wel leuk, dus ik mocht het ook een beetje vloggen, dat heb ik al gevraagd. Dus ja, jullie zien het vanzelf in de vlog een klein stukje en de rest zal ik dan wel delen als het interview online staat, zodat jullie het ook zelf kunnen gaan lezen. Gaat het goed, vlogtjes? Het is misschien een beetje donker hier, maar dat komt omdat ik de gordijnen dicht heb voor de zon. Want zoals jullie misschien wel kunnen zien, schijnt daar de zon pal op. Ik zit namelijk boven. Ik heb alweer een vlog geëdit. Hij is nu aan het renderen. En dan kan ik hem klaarzetten op YouTube voor morgen. Ik sta net op mijn telefoon te kijken. En het is echt... Wow. Even kijken. Een seconde. Kijk. Tot aankomende maandag. Oh. Scherp. Ja, kijk. Tot aankomende maandag is het gewoon nog 30 graden voorspeld. 30, 31. En daarna gaat het wat zakken. Ik heb hier ook een nieuwe fles water vorige week gehaald. Dus een liter. Kijk, ik vond het wel grappig, want hier staan dus tijden op. Kijk, dit is dus een liter. Even kijken, kun je dat zien? Ik denk het niet. Maar hier staat dus 8 uur 's ochtends, 9, 10, 11, 12. En dan is dit één review, dan moet je hem weer bijvullen. En dan another round, dus nog een ronde. En dan 2 uur 's middags, 3 uur, 4 uur, 5 uur, 6 uur. En dan heb je hem leeg. En dan heb je dus 2 liter water gehad. En nou kun je het volgens mij wel een beetje zien. Zie je dat? Vul me op. 8, 9, 10, 11, 12. Review. Maar dat is dan denk ik ook 1 uur. Another round. Ja, 2, 3, 4, 5, 6. Cheers. En dan heb je dus 2 liter water op. Dus ja, dat vond ik wel een leuke fles. Driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. Nou, ondertussen zijn alle kinderen thuis, behalve DJ. DJ die is aan het afspreken bij een vriendje, maar die wordt straks thuis gebracht. Danley en Desi die zijn lekker op mijn kamer. Die zijn daar lekker wat aan het kijken met de waaier aan. En Dylan en Dani zijn ook boven. Die hebben ook een lekker waaier op de kamer. Want ja, ik wil niet klagen, maar het is inderdaad nog steeds bloedheet. Je kunt echt niet buiten wezen.
Dus ja, allemaal binnen lekker. Daarom is daar achter ook donker, want daar is het rolgordijn gewoon dicht en die blijft ook dicht, want daar schijnt de zon volop. Kijk, hier achter heb ik hem voor de helft, maar goed, hier zit nog de overkapping, dus hier is niet echt, schijnt de zon niet echt fel in. En straks ga ik lekker pannenkoeken maken en aardappelpannenkoeken. Nou, kijk, hier zijn Destiny en Danley. Gewoon de tuin. Wat heb je daar? Wat heb je daar voor lekkers? Chips. Chips? Is dat chips? Huh? Is dat chips? Ja. Laat eens kijken daar. Laat eens kijken daar. Oh, ronde chips. Is dat nieuwe chips? Popcorn. Oh, lekker popcorn. Popcorn. Een lekker filmpje kijken. Ik moet daar nog, dacht ik, in één keer. Ik moet de vlog nog op YouTube zetten. Ja, lekker? Dan mag ik niet filmen. Wat mag ik niet filmen? Dat zijn de rullers. Rullers. Wat? Wat zijn dat? De rollers. Rollers? Rollers. Ik weet niet wat jij zegt en wat je bedoelt. Wat mag ik niet filmen? Oh, regels. Dat mag je niet filmen. Oh, oké. Okay. Ja, ik ga even hier bezig. Oh, mag niet? Ja, wel. Oh, mag wel. Nee, toch niet? Toch niet? Wel? DJ die is ook thuisgekomen. Hallo DJ. Was het leuk? Ja? DJ vindt warm. Kijk, DJ heeft een heel rood gezicht. Je moest fietsen, hè? Een stuk. Was een beetje ver? Nou, DJ gaat even nog wat kijken hier, want de rest is naar boven. En ik ga nu beginnen met bakken. Hier is van de aardappelpannenkoeken. Ik heb even deze gehaald voor gewone pannenkoeken. Dus let's go. The next day. Het is vrijdagochtend. DJ en Destiny en Dilana zijn op school. Danley die is achter thuis met een klasgenootje. Want die ga ik zo wegbrengen. We gaan vandaag met de klas zwemmen bij een recreatieplas. Samen met de mentor. Dus zijn vriendjes hierheen komen fietsen. En die breng ik dus zo meteen weg. En ja, verder zien we weer wat de dag ons brengt. Dus ik ben in de auto gestapt. Ik ga nu DJ en Destiny ophalen van school. En daarna kan ik Danley ook alweer ophalen van het zwemmen. Tenminste, als het goed is. Ik heb tegen gezegd, als jullie langer willen blijven, dat mag. Dan stuur me een berichtje, dan haal ik jullie later op. Maar hij heeft nog niets gestuurd. Hij heeft het wel gelezen. Dus ik denk dat ze niet langer willen. Maar kijk wat de auto aangeeft. Hoe warm het hier nou in de zon is. Zien jullie dat? 42 graden staat hier op. My god. Dus ik ga nu gauw. Oh, hij scheldt niet sterp. Wat? Hij scheldt niet sterp. Wat zeg ik nou? Oh my god. Hij stelt niet scherp, wou ik zeggen. Maar goed, ik ga gauw naar school. Destiny zit naast mij. DJ hebben even thuis gelaten. Die had geen zin om mee te gaan om Danley op te halen. Dus die is lekker thuis YouTube gaan kijken. En wij staan hier nu op Danley te wachten. Oh. Kijk, hier staan meerdere auto's te wachten. Er komen ook elke keer auto's. Maar Danley komt zo meteen van daar achter ergens. Die kant. Dus ik heb hem al gebeld. Wat is er? Doe eens normaal. Hoe was het op school? Fijn. Was het warm? Ja. Ja, hè. Heb je nog gegrimd? Ja. Ja? Bij de gym was het niet zo warm. Nee, was bij de gym niet zo warm. Oh, gelukkig. Oké, die auto gaat daar weg. Dan kan ik even iets beter gaan staan. Die houdt de camera zo vast. Ik heb een op in. Hou ze even vast. Ja, hij filmt nog hoor. Nee, maar dat je het klepje omhoog hebt. Ja, dan doe ik het klepje omhoog. Ja, hoe?
Alsjeblieft. Dan staan we iets beter. Dan staan we iets minder uit het pad. Zo, en dan is het wachten op Henry. Ja. Doe jij. Net. En wat heb je nog meer gedaan op school? Gewoon. Gewoon? Veel. Veel? Nou. Volgende week wordt het minder warm. Hoe doe jij? Volgende week wordt het niet meer zo warm. Ik vroeg het zo. Ja. Weet je wat je zei? Ze waren nog in vroeg aan het einde van de dag. Ja. Maar toen was het dan huistijd. Oh. Huistijd. Oké. Zijn we Denley al? Ja. Ik zie Denley en Levi. Aan die kant. Zie je ze? Daar komen ze. Oh ja, wacht. Ja. Je moet eerst. Kijk, dat is wat ik bedoelde, Denley. Ja, hi Les. Hallo. Hoe was het? Goed snoepje. Tuurlijk, gelijk mag snoepje. Hoe was het? We hebben alleen wel maar een natte schoon gehad. Ja. Het was heel druk. En... Ja. Ondertussen is het alweer avond. We hebben lekker gegeten. We hebben vandaag lekker patatjes gegeten. Want dit is vrijdag. Ja, want wat gaan we morgen doen? Zwemmen. Lekker zwemmen morgen, hè? Alleen papa niet, want papa moet morgen werken. En dan gaan wij morgen zwemmen. Lekker zwemmen. Ja, wat is papa? Ga maar niet aanzetten. Nou, Denley die was dus vandaag op die recreatieplaats en hij heeft zich neergesmeerd. Ga eens gewoon rechtop zitten. Ja. Kijk. Oh, je armen zijn gewoon. Kijk eens zijn gezicht. Kijk eens. Oh. Mijn benen zijn ook ja, maar zijn rug niet zo. Dit, vanaf hier. Kijk dan. Mama, mag ik mijn bal? Kijk hier. Hier het verschil. Kijk dan, Des. Des. Ja. Nou, ik zal even af de sun pakken. Ga ik even insmeren. Pijn. Zo, ondertussen is het bijna 9 uur. Ik ben net gedoucht. Denny staat nu onder de douche. Ik heb lekker even alle ramen tegen elkaar opgezet. En ja, dan ga ik morgen lekker met de kinderen zwemmen. Ik weet niet of die twee goed en ook meegaan. De ene zegt wel, de andere zegt wel niet. Dus dat zien we morgen wel. Ja, Denny die moet morgen dus werken. Maar goed, dan ga ik dus morgen lekker alleen met de kinderen zwemmen. En dan ga ik bij deze ook de vlog afsluiten. Dus ik zou zeggen, vond je deze video wel leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Laat een leuke reactie achter. En tot de volgende keer. Doeg!